Oei. Beker van België. Chris de Vree won met Beerschot de Beker van België. Hij maakte ook de winning goal en ontpopte zich zo tot eeuwige bekerheld. Gespeeld voor 40.000 mensen. Once in a lifetime. En dan komen ze een beker in je handen duwen. Ja, ik achteraf merkte pas hoeveel dat betekent. Ook voor andere mensen, veel supporters die mij dan nu nog aanspreken. Maar voor mij was dat een van de mooiste dagen uit mijn leven. Los van de geboorte van mijn kinderen en zo. Na zijn carrière deed Chris beroep op zijn behaalde diploma. Hij ging een nieuwe uitdaging aan als milieuinspecteur. Ik ben wel blij dat ik iets gevonden heb met... alleen zingeving is een zwaar woord, maar... Waar ik denk van, oké, ik draag iets bij tot de samenleving door mijn taak. Het leuke aan voetballen is dat je plezier geeft aan mensen. Dat geeft heel veel voldoening. Als je wint met je ploeg, zie je heel veel blije gezichten en je weet dat geeft een goed gevoel aan mensen. Ja, dat doen we niet. Dat doe ik niet in deze job. Meestal geef ik... als ik mijn job goed doe, dan geef ik soms een slecht gevoel aan mensen, omdat ik ze op hun vingers moet tikken. Maar in deze job heb ik dan wel het gevoel, je geeft het milieu een stem. Dus dat geeft ook op die manier voldoening. Dus voor mij zijn ze even belangrijk. Het leven is nu hectischer dan als profvoetballer. Profvoetballer was heel veel routine. Opstaan, trainen, eten, trainen, rusten. Zo'n 5-6 dagen op de week. En nu, is het... Ik weet niet wanneer ik opsta. Ik sta op als mijn jongste naar beneden naar ons komt lopen. Dat is ook een fase. Op dit moment is het wat hectischer. Dus vooral dan door het gezin. Ja. Chris kijkt tevreden terug op zijn periode als profsporter. Al heeft hij misschien toch nog een toekomst in het voetbal. Ik ben blij dat wat ik meegemaakt heb in het voetbal, maar ook tevreden met de job die ik nu doe. Ik heb misschien nog wel wat ambitie om ergens dan als trainer nog iets te doen. Ik heb een trainersopleiding gevolgd. Ik heb dan eens kunnen proeven van trainerschap bij de belofte. Dat heeft mij heel veel voldoening gegeven. En daar wil ik graag nog wel een paar stappen in vooruit zetten. Er zijn een paar onderhandelingen bezig om volgend seizoen ergens te starten. Niet op hoog niveau, maar gewoon om ervaring op te doen en om door te groeien. En net als in mijn voetbalcarrière kijk ik wel waar mijn grens ligt en wat ik ervoor wil opofferen. Want ik ben nu ook tevreden. Ik heb een gezin. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Want als ik zie trainers, dat zijn niet de mensen met een lege agenda. Dus is het ook keuzes maken, wat vind ik belangrijk. En relationeel gezien, veel leuke momenten beleven met mijn gezin en vrienden is ook belangrijk. Genoeg kunnen ontspannen, genieten van het leven. Ja.